Zet een prima sliding. Je ziet, bij sporten gaat nog wel eens wat mis. Gelukkig kun je er veel aan doen om dat te voorkomen. Dat ziet er niet fris uit bij Robin. Dat kun je doen door dit soort dingen te doen. En door achteraf dit soort dingen te doen. Je moet de stretch in de front van dat thigh. Welkom bij de Blessures Biocast van 3.3. En een blessure is een beschadiging van een bot, een spier of van een gewricht. En de volgende sporten zijn uitgezocht hoeveel blessures daarbij voorkomen in percentages. En het is belangrijk dat je dit soort grafieken snel kunt lezen, want die kun je ook op je examen of op een tentamen tegenkomen. Bij gym in het VO komen ook blessures voor en 27% daarvan zijn blessures aan de hand en de vingers. De pols 13%, de rest van de arm 5%, met uitzondering nog van de elleboog, die zien we dadelijk. Blessures aan het hoofd 6%. Blessures aan de schouder 3%, de romp 4%, de elleboog 3%, de knie 7%, de rest van het been 4%, met uitzondering dan van de enkel, want dat is weer een hele hoge met 19%, en de rest van de voet 9%. En dat betekent zo'n grafiek met de meeste aan de hand en de vingers en aan de enkel. Dit is een blessure van een bot. Op deze röntgenfoto kun je zien dat het bot gebroken is. Het kan ook zijn dat een gewricht de botten dus uit de kom zijn. En dat zie je hier. Hier zitten dus de botten niet aan elkaar bij het gewricht zoals het hoort te zitten. En hier bij het schoudergewricht. En hier zie je de gewrichtsbanden die uitgerekt zijn. Dit is een verstuiking. De banden die het gewricht bij elkaar houden zijn te ver uitgerekt. Hier zie je een plaatje van een gewricht. En als je goed kijkt kun je zien dat het de knie is, want je ziet de knieschijf zitten. Als je een plaatje zoals dit krijgt op een toets of bij je examen, ga dan altijd op zoek naar dingen die je wel weet, zodat je kunt plaatsen waar de vraag over gaat. Hier zie je de achterkant, alle banden zitten van het kniegewricht. We gaan het kniegewricht wat beter bekijken en daarvoor hebben we deze schematische tekening. Met daar de gewrichtsband, de buitenste meniscus en daartussenin dat is de gewrichtskom. En daar heb je de binnenste meniscus aan de andere kant zitten, de voorste kruisband, de achterste kruisband. Dit is natuurlijk de gewrichtsknobbel. En dan heb je nog de knieschijf. Dit is een andere blessure, dit is een kneuzing. Daar is onder de huid de spier beschadigd en daar is een bloeduitstorting gekomen. Dat is hier ook gebeurd, maar een andere oorzaak. Deze man heeft duidelijk kramp. En bij kramp, als je dan nog verder doorgaat, dan kan er zelfs een spierscheuring plaatsvinden. Om nou te voorkomen dat je een gewricht te zwaar belast, kun je hem ook intapen. Daardoor krijgt hij wat extra steun. Okay, around the foot, around the ankle, back to where you started, that's two figure eights. Half strip, down on the outside, around, up on the inside, around the ankle, back to where you started, and you've done both. Now you cover down. You can do it strip by strip if you have to. Cover the last strip with a good strip.
Dit is spierpijn. Als niet alle afvalstoffen afgevoerd zijn, dan krijg je de volgende dag spierpijn. Om nou blessures te voorkomen, kun je aan een warming-up doen. En om te voorkomen dat je die spierpijn kreeg, was er een cooling down. Dit was hem alweer, de Biocast van 3.3.